De wereld verandert in hoog tempo, maar verandert de journalistiek wel mee? Dat gaat nog een beetje traag en schuchter. Tijd voor nieuwe initiatieven, tijd voor een expeditie, een challenge. Vorige week hebben we hem al aangekondigd hier in MKB Radio Café. The Next Journalist. Op 1 februari is die gestart en hij is dus in volle gang. Tenminste, als het goed is. We maken even verbinding met The Next Journalist Headquarters. Tessa Witte. Dag Tessa, wat is er aan de hand? Dag Bram. We zijn vorige week vrijdag, van vrijdag op zaterdag in die nacht zijn we van start gegaan met de challenge. Dus dan hebben alle deelnemers die zich hebben ingeschreven, hebben een WhatsApp gekregen met de eerste opdracht erin. En we zien nu dat er een heel groot deel al richting stap 4, stap 5 van de challenge gaat. En dat is heel erg leuk om te zien. Ja, de strijd is echt begonnen. De strijd is echt begonnen, ja. Wat voor soort opdrachten krijgen mensen? Ja, daar kan ik natuurlijk niks over zeggen. Maar wat hebben mensen nu de afgelopen opdrachten voor hun kiezen gekregen? Er zijn nog mensen die kunnen meedoen. Dus tot en met vrijdag staat de eerste opdracht nog online en kunnen mensen zich nog aanmelden en meedoen. Dus over die eerste opdracht kan ik ook niks zeggen. Ik kan natuurlijk wel een klein beetje vertellen waar het over gaat. We gaan natuurlijk mensen testen op hun journalistieke vaardigheden. Dus ze zullen moeten onderzoeken, ze moeten dingen gaan maken. In dat kader is het en het gaat natuurlijk niet vanzelf. Dus de antwoorden liggen natuurlijk niet voor het te oprapen. Dus je zegt de inschrijving is nog niet gesloten. Als mensen last minute mee willen doen, dan moeten ze nu inschrijven? Ja, tot en met vrijdag kan dat nog. Ik zou dan zeker niet wachten tot vrijdag. Dus er kunnen nog zeker mensen meedoen, maar het wordt wel wat... Ik zou dus zeker niet wachten tot vrijdag, want het kan zomaar zijn dat we gewoon in deze dagen al vol zitten en dat we hem dichtgooien. Kan je nog een klein tipje van de sluier oplichten over wat mensen dan verder te wachten gaat staan? Een ontzettend toffe challenge met aan het eind een baan die je kan winnen. Veel meer dan dat kan ik niet zeggen. Dat is het mysterieuze geluid vanuit de Next Journalist Headquarters. Dankjewel Tessa Witte. Graag gedaan. Dan moet je hem snel, denk ik, weet niet hoor. Uitzending stoppen.